handelen. Dus ik ben wel lid van een politieke partij, maar dat zou ik nooit zeggen. Dus wat dat betreft... Maar, ik zal nog één keer zal ik het proberen. Wat is de oplossing volgens jou? Ik heb de vraag nu 3 keer gesteld, ik heb geen antwoord. Te beginnen solidariteit. Nadenken over hoe het is als je zelf in zo'n situatie terechtkomt. En dan het rare denken over alleen maar geld. Dan het rare vertalen alleen maar in geld. Dan de politiek die allerlei rare woorden verzint, zoals participatiewet en dergelijke, waar nooit iemand om gevraagd heeft. En dat gewoon domweg bezuinigingen zijn. Dus daar moeten een hoop dingen aan gedaan worden. Maar we moeten het wel met z'n allen doen. En dus geen Rotterdammer uitgezonden. Ik heb nog steeds geen oplossing gehoord. Jaap, die weet hem wel. Ik weet geen oplossing. Ik weet alleen wel dat, wat jij zei, is de samenwerking. Die is er zeker. We hebben in Rotterdam verschillende platforms. Hè. Er zijn lokale platforms. En Rosa, dat is zeg maar een stedelijk platform. En wij communiceren zeg maar met die platforms. Je hebt nu ook een denktank gekregen in Rotterdam die met die partijen gaat praten. En wat uiteindelijk de bedoeling is... Er zijn nu 2 mooie documenten gemaakt door een beleidsmerkwerk onder leiding van Graus. Dat is eentje uit de knoop, dat gaat over de totale armoede. En dan heb je nog eentje Reset, dat gaat over jongeren die in de armoede zijn gekomen. En dus vanmiddag is dat ook flink besproken bij een workshop in Delfshaven met allerlei andere platforms tezamen. En als we daar een beetje goed uit zijn, daar hebben we ook met Elle Verkoel al over gehad en ook met Aart Zevenbergen. Dan willen we graag een debat hebben op het stadhuis om wat knopen door te hakken. Ook zeker aan de hand van die documenten die nu geschreven zijn. En ik ben er dankbaar mee dat we nu eindelijk een keer een wethouder hebben die op armoede zit. Maar armoede wordt nu wel steeds meer erkend, wat nooit is geweest. Dus we zijn in ieder geval duidelijk bezig met oplossingen en ook met samenwerking die er nooit is geweest. Mag ik eens vragen? Er is heel veel armoede, dat begrijp ik. Maar er zijn... Mensen die dus met armoede te maken hebben, komen met 782 instanties vaak in aanmerking. Die kom je daar helpen. Is het dan niet makkelijk om gewoon 1 pipo bij zo'n gezin neer te zetten die dat voor die mensen stap voor stap regelt? Of is dat te makkelijk gedacht? Wie? Het is een nieuw armoedeplan. Dat hebben ze uiteen gedaan. Dat ze in ieder geval proberen mensen voordat ze in de schulden komen al te begeleiden. Dus dat is ook een oplossing. En ja, we moeten natuurlijk zorgen dat de incassobureaus niet meer bestaan. Want het is natuurlijk walgelijk hoe die mensen onder druk zetten. Dus er zijn nieuwe plannen in de stad en daar gaan we zeker mee door. Dus. De frontman. Hou me vast. Ja. Nee, dan kan ik hem weer weghalen. Oké, nee. Maar dus, wij hebben in ons manifest tegen de armoede staan 42... dingen die wij graag gerealiseerd willen zien in Rotterdam. En een van die dingen is het zogenaamde Zweeds model. Het Zweeds model bestaat eruit dat je geen 20 deurwaarders langs de deur krijgt, maar dat de overheid op een gegeven moment mensen in dienst neemt die langsgaan en kijken wat zijn de problematieken in dat gezin of met die meneer of met die mevrouw. Ja. En dat is dan 1 persoon die aangesteld wordt door de overheid en die gewoon aan oplossingen denkt in plaats van alleen maar dat die schulden betaald moeten worden. En dat is een van de dingen die we dus in ons manifest tegen de armoede gezegd hebben. Ja, daar ben ik heel erg voor. Dat vind ik een prachtig idee, ja. Dus als je, ik weet niet waar die moet tekenen, maar ik teken. Dat is echt waar. Ik ben helemaal mee eens. Joop. Ja, ik denk dat we naar een afsluiting gaan. Want mensen die worden een beetje dorstig. En, nou, een beetje. We zitten al ver over de pauze. Laatste opmerking. Alle hulp die ik kan krijgen is welkom. Ook voor jou, de laatste opmerking binnen 3 minuten. Sluit je aan bij Rosa. Geweldig. Hij kan het wel, mondje, heel kort, mondje. Heel duidelijk. Ja, dankjewel. Applaus, dames en heren. Ja, het Zweedse model, ik ben er ook groot voorstander van. Ik heb zelf ook een stichting. Wij helpen Zweedse nymphomane dames. En we kunnen hulp gebruiken, want ik kan niet alleen meer. Laten we wel zijn. Ik vind het heel belangrijk en heel mooi dat er nog steeds heel veel mensen zijn die zich inzetten voor de medemens die het minder hebben. Dus in dat voegen, dames en heren, zou ik zeggen applaus voor de mensen zoals Hans en Riet van Rosa en van de gebiedscommissie. Fantastisch applaus. Super. We gaan naar even 10 minuutjes tussenuit.
Ja, over minder gesproken. Ik heb een consumptiebon nog niet gehad. Dus nee. Als je daar even... regelen. Ja, je bent in de helft geweest. Dus... Nee, kijk één. Dames en heren, tot over een minuut of 10. Niet allemaal weglopen, hè. Terugkomen. Hoi. Across the room, say I look nice when I'm not. 1, 2, 2, 1. Touch my head.